Ken je dat? Je neemt je voor om eigenlijk elke week netjes een upload te gaan doen. Ja. Dan gaat de week voorbij en dan heb je nog steeds geen vlog. Dus hebben we op zaterdag weer geen content. En daar baal ik van. Nu is het zondag en gaan we gewoon nieuw content voor jullie maken. Want we kunnen natuurlijk niet een week voorbij laten gaan zonder te uploaden. Let's go. Ja, en dus zijn we op zondag weer onderweg. Nou, naast me zit Bjorn. Bekend van de fantastische filmpjes en van de challenge movie die bijna af is. Ik moet nog heel even op wachten, maar ja, hij is zo goed dat hij gewoon alle dingen nog even aan het fine-tunen is en helemaal perfect aan het maken is. Good. Achterin zit Paul. Paul is een van onze jongste medewerkers. En die doet soms wat hand- en spandiensten voor ons verrichten, zoals auto's unwrappen. Daar is hij heel goed in, want hij heeft lekker kleine handjes. Nou, en we zijn dus nu onderweg richting Knokken, want daar vindt nu de... Zouten Grand Prix. Is dat zout of zoete? Zouten. Ja, misschien is het een beetje Frans. Maar in ieder geval, daar is nu de Zouten GP aan de gang. En we gaan eens even kijken of daar wat leuke auto's rondrijden. Want we hebben eigenlijk nog niet zo heel erg veel mooie auto's gezien de afgelopen week. Dus waarom niet? Gaan we gewoon even naar Knokke rijden. Nou, onze vorige roadtrip was naar Oostenrijk. Die was een kilometertje of 900 langer. En nu is het 176 kilometer tot aan Knokke. Daar gaan we weer. Volgen. We hadden daarheen moeten. Oh. Nou ja, de spotters in deze auto gaan al helemaal los. Want we hebben al heel veel leuke auto's gezien. Ik weet niet of dat standaard voor Knokke is of dat het gewoon is omdat er nu de Grand Prix aan de gang is. Maar we hebben al McLaren's gezien. We hebben al dikke Porsches gezien, Ferraris. En we zijn zelf ook al een paar keer op de foto gegaan. Hartstikke leuk. En nu gaan we, een plekje zoeken. We rijden inmiddels al een dik half uur rond en nog geen plek gevonden. Dat is op zich ook niet zo gek natuurlijk met een auto-evenement, maar ja, we kunnen hem dus nergens kwijt. Dus het zou best wel kunnen zijn dat we straks weer gewoon de terugreis zien. Bjorn heeft ook niet zoveel zin, dus... Hij klinkt wel lekker, die SVR. Nou, we hebben eindelijk een plekje gevonden en eigenlijk helemaal niet zo heel erg slecht, want we staan hier... Achter bij de inrit, want daar rijden alle auto's de boulevard op. Dus we gaan snel even kijken, want we hebben echt wel hele dikke auto's er voorbij zien komen. Dat heb je op zo'n evenement. Hè? Soms zie je echt de mooiste auto's. Daar zou je wel eens een keer mee willen rijden. Maar ja, dat hebben we al gedaan. Ja. Deze kennen jullie al. En een hele mooie S-klasse in het wit misschien. Kennen jullie ook al. Auto-evenement is hartstikke leuk, maar ja, je kan toch beter hier gewoon op een stand gaan zitten hoor. Lekker in het zonnetje, een beetje genieten van de fantastische muziek. We moeten weer verder. De oude bekende.
hier. Hier achter mij staat een SL65 Black Series. En hier achter staat een Lamborghini Aventador SV Road. Ja, je moet heel even door de mensen heen kijken. Maar dan, als je ze ziet, dan ja, het zijn heel mooie auto's. Gevonden. Nou, die kleur hadden wij dus vroeger ook. Dit was eigenlijk de eerste kleur die ik op mijn i8 deed. Ongeveer. Ongeveer deze kleur. Bijna deze kleur. Niet helemaal, maar het lijkt er wel op. Nou, dat was de Zoute GP in Knokken. Ontzettend leuk evenement. Heel veel mooie auto's gezien. Alleen ja, een beetje druk. Klein beetje maar. Ja. Je kan niet echt mooie beelden maken, dat heb je waarschijnlijk ook al gezien. Maar overal staat er wel iemand voor. En dat was een beetje jammer dan. Maar voor de rest wel even genoten van alle mooie auto's. Het weer is hartstikke mooi. Nog een beetje kleurtje gekregen van vandaag. Dus we zijn niet voor niks gegaan. Volgende keer hoeven we dus niet meer zo ver te rijden helemaal naar de Oostenrijk. Want hier hebben ze gewoon veel meer auto's nog dan in Oostenrijk. Maar daar was de sfeer iets anders. Het was wat gemoedelijker en wat gezelliger ook. Zo, dat was Knokke. Nou, ik zit weer met Paul. Bjorn is nog even achtergebleven om wat leuke beelden te maken van de auto's die gaan vertrekken straks. En wij staan inmiddels al in de file Knokke uit, want het is wel ontzettend druk. Wat ik net eigenlijk ook al aangaf in de afkondiging. Ja, het is een superleuk evenement. Alleen echt zo ontzettend druk. Maar ja, wel echt heel veel verschillende mooie auto's gezien. Van supercars tot hypercars. En ja, ik kan eigenlijk geen model noemen wat ik niet gezien heb. Nou, misschien de Koenigsegg, die heb ik nog niet gezien. Maar daarbuiten hebben we echt de Aventadors, de 918's van de Porsche. Ja, we hebben eigenlijk alles gewoon gezien. Dus top evenement. Zeker wel even de moeite waard om een keertje te gaan kijken. Maar ja, voor als je leuke videobeelden wil maken, is het wat lastiger. Wil je nog iets toevoegen, Paul? Misschien als einde. Als einde? Thumbs up en abonneer, hè? Nou, jullie hebben het gehoord. Als je hem weer leuk hebt gevonden, doe even de thumbs up. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan even nu. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Wil je een selfie? Ja. Kom maar. Ja, ik bedoel, als je zelf de Belgen bekend, dan heb je best wel bereikt, toch?